bruidegom die opkomt, is ook een vrijwilliger. William van, van der Heijden, voor mij een bekende. Hallo allemaal. Hij is gekleed in een donkerblauw jasje met een grijs broek. Het zwarte pak, dat hebben we maar niet aangetrokken. Nee, dat paste me niet meer. Het was iets te klein geworden. Hij paste er niet meer in, maar dit staat toch ook goed? Ja hoor. Goed zo, William, dankjewel. Oké, okay. Nou, dan ga ik nog even iets vertellen over de paspoort, maar dat ga ik dus niet vertellen, want we hebben dus nu Ilella. Ilella in zijn zwarte pak. Nou, het staat hem heel erg mooi. Maar ook het witte pak wat hij hier altijd aan heeft, staat hem erg mooi, vind ik. Maar wat mooie petschoenen. En prachtige schoenen, ze passen erg mooi. Ja, hij ziet er heel goed uit. Het is een trouwpak van augustus 2012. Toen is hij getrouwd. En hij is hier medewerker in de verzorging. En ook in Lena, die gaat binnenkort vader worden. Ja, hij wordt echt vader. Dankjewel, Lena. Oké. En dan hebben we nu Ferry Tichel over. Ja. Oh, Ferry, dat gaat heel goed. Geen zonneltjes, hè? Ja, dat ook lekker, Ferry. Ferry is speciaal voor naar de kapper geweest. Ja. Het is eigenlijk een voetbalkapsel, maar dat maakt niet uit. Dan kan je ook niet trouwen met een voetbalkapsel. Hij werkt in het restaurant, hij is gast hier in het restaurant. Dat moet ik even bijvertellen, dan weet u allemaal wie Ferry te geloof is. Dankjewel, Ferry. En de volgende. Dat is Levi de Jonge. Levi de Jonge. Is nog heel jong. Ik mag het zeggen, hij is 16 jaar. Hij is de zoon van Suzanne de Jonge. En het trouwpak wat hij aan heeft, is het trouwpak van zijn vader. Ik denk alleen dat zijn vader altijd schoenen aan had. Maar het staat je heel mooi hoor. Dankjewel. Nou, dan hebben we natuurlijk ook onze paspoppen nog. Die heeft u denk ik al gezien. Krijg hem nog een. Meneer Geerts, dat is een bewoner van hier. Ja, die viel ons er net ineens op dat hij zo keurig netjes eruit zag. Ja. Dus die hebben we maar gelijk even bijgenomen. Meneer Geerts, geweldig. Ja, dat moet ook. Er wordt eventjes op de catwalk gewezen, meneer Geerts. Gaan jullie samen de kerk ook even op? Ja, natuurlijk. Zo, prachtig. Ja, geweldig, meneer Geert. Een groot applaus. Heel mooi. Dank u wel. Ja, doe voorzichtig hoor. Ja, oké. Goed zo. Nou, ik mag ons dit wel bij de kruiden komen aansluiten. Nou, dan hebben we nog de paspop. Daar staat ook een paspop, alleen een paspop zonder hoofd. Die paspop is paspop Suze. De jurk is van Sylvia Zwart. Die is van mei 1991. Ziet er nog prachtig uit. Nou, dan hebben we nog een paspop, alleen die kan ik niet even halen. Dat is die dame die al de hele week in de gang zit en de mond erover doet. Met de zilveren pruik. Dat is paspop Anne. En de jurk die zij draagt is van de schoondochter van mevrouw Bolgeest. Hey, ja. En dan gaan we nu beginnen met de echte bruidsshow. Dit was even het aanloopje tot. Dus nu gaan we ervoor. Nou, wat ik nou allemaal gaat zien, dat hebben we in jaren niet gezien. Als het goed is, is die daar. Ja hoor, en het eerste bruidspaar.
kent u allemaal, is Carrie Smit. En de bruidegom herkent u ook al van daarnet, dat is William van der Heijden. De jurk die Carrie draagt, is een jurk van de oma van Paulette Donker. De baljurk. Nou, het is een prachtige baljurk. Want wij hebben een kind die is dus in het zwart getrouwd, maar dat had ook in die jurk gekund. Heel erg mooi. Ja? Ja, het is een heel mooi paard. Dank u wel. Zo zie je dat zwart kan toch ook heel aantrekkelijk staan. Het hoeft niet altijd wit te zijn. Ze maken eventjes een gratis rondje. Dat was bruidspaar 1. Bruidspaar 2. Geef ze maar een applaus. Ga goed doen. Onze bruid is Anke. En de bruidegom is Ferry. De zoon van Elma. Doet u zich bij het opstapje? Goed zo. De jurk is van de moeder van Paulette. De jurk is uit 1949. En in Den Haag zijn ze ermee getrouwd. De sluier zat er nog bij, maar de sluier was geleend in die tijd. Want ik denk dat in 1949 was dat misschien nog niet zo. Ze zijn toen in december voor de wet getrouwd. En in januari kregen ze een etage wonen. En daarvoor moesten ze trouwen. Voor een woning. Dat was in die tijd, hè? Dan komt nu paar nummer 3. Oké. Okay. Bruidspaar nummer 3 is in aantocht. Karima niet zo hard. Het bruidje is Karima. En de bruidegom is Ilea. Ja, juist. Zo hoort het. En dan gaan we opnieuw binnenkomen. En daar komt de bruidspaar nummer 3. De jurk die Karima draagt is een jurk van de moeder van Ria van der Vaart. De jurk is uit 1953 en er is ook in Delft getrouwd, in de Westerkerk, op 7 januari. Ja, kijk, en zo lopen we zoals het hoort, hè. Heel mooi. Heel mooi. Blijven jullie gewoon heel even staan, kunnen jullie allemaal even heel goed bekijken hoe prachtig jullie eruit zien. En hoe mooi, wat is het? Ja, zo. Ja, geweldig! Leuk! Heel mooi! Dank je wel! Mooie kleur van de jurk ook zo. En het bruidje kent u allemaal zeker, want dat is Dieneke van Wezel. Ja! Dieneke van Wezel, hier met de bruidegom William van der Heijden.
Haar sleep wordt gedragen door twee bruids. Een bruidsjonkertje en een bruidsmeisje. Het bruidsjonkertje heet Sven. En het bruidsmeisje heet Noah. Zo, goed. De jurk die Kiemeke draagt is de jurk van haar moeder. Haar moeder Gerda van Dam, die getrouwd is met Gerrit de Mik. Dat zijn de ouders van Dieneke. Die zijn in Stolwijk getrouwd. Nou, het ziet er prachtig uit, hè? Heel mooi. Heel mooi. Ja, dat is mooier als de sluier ligt. Ja, dat is heel mooi. Ik ga even opzij staan. Nee, hoor, nee. Ja, zegt de bruidegom die wegloopt nu al. En de bruidegom. Dat kan toch niet? Nee, jij moet er wel even bij blijven nog, hoor. Thuis vertellen. Ja. Thuis is dit bij. Ja, jongens, pak de sluier maar. Heel mooi met de sluier. De sluier is ook een paar meter lang. Gelukkig maar dat de kinderen erbij zijn, dan wordt hij ook niet koud. Voorzichtig. Ja, jongens. Ja, dat was ook een hele mooie bruid hier. Een witte bruid. De meeste bruiden gaan in de witte. Tegenwoordig niet meer, maar doe ik dan. Dank jullie wel, bruidspaar. En we krijgen het volgende bruidspaar. En als het goed is, is het Vera.